geven. Dat doen we nog even niet. Ik begin even bij mezelf. Ik ben Mark Frederiks. Ik ben actief in de korte keten. Dat doe ik nu een jaar of 12. En met veel passie en plezier. En dat doe ik niet alleen, want de korte keten gaat primair over twee dingen. Het gaat over de burger en de boer die met elkaar waarde creëren rondom eten. En het is goed om even stil te staan van wat is dat nou een korte keten. Er zitten een paar kernelementen in een korte keten. Er zit afstand in tussen de boer en de klant. En het liefst zo min mogelijk schakels daartussen, dat is fijn, maar dat is niet het doel op zich. De korte keten gaat over samenwerking. Het gaat over ecologische impact. Het gaat om maatschappelijke waarden. En uiteraard ook over economie. Dus hoe houden we euro's in ons gebied? En hoe houden we het geld in onze regio vooral? De afgelopen 12 jaar heb ik een aantal initiatieven mogen neerzetten voor de korte keten. Ik ben ook een van de oprichters van de Taskforce Korte Keten. Een ondernemer met Local to Local. Mede-initiatiefnemer van Herenboeren. En de afgelopen 12 jaar ontzettend veel mogen leren over de korte keten. En dat samenwerken, dat is denk ik ook de essentie van waarom we vandaag bij elkaar zijn. En waar we staan, waar we nu staan en wat we hebben bereikt. Want we hebben de afgelopen 2 jaar ontzettend hard gewerkt met elkaar. En niet alleen. Wat ik uit ga leggen nu, en later kom ik daar nog even op terug, is waar wij nu op dit moment staan en wat we de afgelopen 1,5 jaar met een groep ondernemers, boeren en marktpartijen hebben bereikt en wat we hebben gedaan. Het was een bijzonder avontuur en de mensen die hier, beperkte mensen, maar toch nog wel een volle zaal, ondanks corona, toch zijn. Hartstikke fijn dat jullie er zijn, want we hebben het samen gedaan. Alleen kun je dit niet. Het doel is een regionaal regeneratief voedselsysteem in de benen te krijgen met die 4 elementen samenwerken, ecologie, economie en maatschappelijke waarden. Wij hebben, en dat noemen wij de inspiratiefase, de afgelopen 1,5 jaar heel veel gedaan. En de resultaten daarvan ga ik jullie nu laten zien. En ik kan niet anders zeggen dat ik ze indrukwekkend vind. En ik hoop jullie ook. Wat hebben we gedaan? We hebben, niet alleen, ik ben zelf ondernemer met Local to Local. Maar we hebben een verbond gesloten met een aantal korte ketens. En we hebben een aantal korte ketens in die slipstream van die samenwerking een enorme stap vooruit geholpen. Boeren voor Buren hebben we aan bij mogen dragen. Dat is een initiatief van Rabobank en Flevo Food. Vorige week hebben we daar de spullen nog van mogen transporteren. Dat was heel fijn. Local to Local, in Utrecht actief met een korte keten en in Amsterdam. Vereniging Flevo Food, actief in Flevoland en met de prachtige producten. Proefkantoor van Matthijs Post. Was een strijder voor de korte keten, een aantal jaren druk mee bezig. Boeren van Amstel uiteraard. De melk, wat is het, in 10 minuten van gras naar glas. Fantastisch. De Groene Hartcoöperatie, een van de koploper korte ketens in Nederland, al dik 12 jaar bezig. Met zuivel in de Randstad bezorgen en dat met groot succes. Dapper Texel, Dirk van der Beek, fijn dat je er bent. Een aantal schapenhouders van het eiland Texel, die natuurinclusief boeren, maar uiteindelijk met het iconische schaap van Texel de ecologie willen versterken. En een stukje geld extra brengen op het eiland om die natuur te ontwikkelen. Vereniging Noordzeevis is nu niet aanwezig, maar de visserij, de blauwe agri, hoort natuurlijk ook bij Nederland. Maar ook bij het avontuur van hoe gaan we ecologie, economie en maatschappij weer bij elkaar brengen. Nou, wat hebben we gedaan? Een korte keten betekent ook dat je producten van boeren beetpakt, dat je ze in een busje stopt en naar klanten brengt. En dat hebben we gedaan. Dus wat ons is gelukt, is om samen met deze groep korte keteninitiatieven, logistiek samen te doen en de last mile, zowel de first mile met boerenhubs op te zetten. Dus bij een boer wordt product nu gecollecteerd, wordt verzameld en wordt er een grote vrachtwagen opgehaald en wordt gebracht naar een centraal collectiepunt. En de stad wordt het vervolgens ingebracht met elektrische auto's. Dus we hebben de boer aan de ene kant met de korte ketens. Dat gaat met logistiek naar de klanten. En dat wordt nu op dit moment in verschillende regio's wordt dat bezorgd. Dus er wordt nu van het collectief van boeren in Noord-Holland, in Utrecht, in Flevoland, in delen van Zuid-Holland en Betuwe, worden die producten bezorgd. Dat was een hele tour om dat voor elkaar te krijgen, want een product van A naar B in de korte keten komt heel veel bij kijken. Voedselveiligheid, logistiek regelen, administratie, ICT, noem het allemaal maar op. Dat doen we samen met een aantal koplopers in de korte keten. Van Duivenvoorde
is een oude boerenfamilie uit het midden van het land, die al meer dan 100 jaar vers product uit de polder, maar uit heel Nederland, bezorgt bij allerlei klanten. Foodlogica, Francesca, de bakfietsen, de stad in Amsterdam in. En Logitech, dat zijn de stadshubs aan de stedelijke randen die elektrisch vervoer de stad inbrengt. Dat doen wij dus met elkaar. En dat is een uitzonderlijke, iets uitzonderlijk wat we hebben bereikt. Want samenwerken, dat lijkt heel makkelijk, maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Allemaal eigenwijze mensen die in de korte keten bezig zijn. En de marges zijn flinterdun. Dus je hebt het vaak over, joh, wie gaat de rekening pakken? En door dat volume nu te combineren, zie je dat de handel uiteindelijk ook zo robuust wordt dat het ergens over gaat en dat het rondrekent. Wat hebben we verzameld? We hebben aan de ene kant hebben we boeren verzameld, dus producenten in collectieven. Boeren van Amstel, 23 boeren, alles bij elkaar. 18, oké. Okay. Flevo Food, 120 leden, waaronder ook een aantal gemeenten. 90 producenten ongeveer. Groene Hart Coöperatie, een kleine 30 producenten. Noordzeevis, ja, dat is de hele haven van IJmuiden die erop aangesloten is. Dapper, een aantal schapenhouders. En Local to Local met 70. En Matthijs van Proefkantoor, ook ruim 100 producenten aangesloten. Met de prachtige producten uit Noord-Holland. Daarnaast hebben we een aantal klanten gevonden. En daar zijn we ontzettend trots op. Dat zijn wat grotere bedrijven die hun nek uitsteken. Los van een heel ecosysteem van horecazaken die meedoen. Uiteraard het Floriade Forum, hè? Daar worden de producten ook verkocht. Eurest Kompas, een grote cateraar, onder andere ook de cateraar van de provincie Noord-Holland, van de gemeente Amsterdam, van de Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht. Echt een organisatie die in overheden, semi-overheden en onderwijs de doelgroep kan bereiken waar we allemaal natuurlijk op richten. Mensen die zich bewust zijn van hoe de wereld positief zou kunnen veranderen, ook wat te besteden hebben en doordat met die partijen te organiseren komt het goed. Macro neemt van onze collectieve producten af. Het VUMC, een van de koploperbedrijven die lokaal producten inkoopt. Vermaat als cateraar. Gorilla's in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. Koopt van onze producten. Koopt onze producten in en bezorgt dat binnen 10 minuten op de fiets in de stad. Dus jij kunt nu letterlijk in Amsterdam, vind ik wonderbaarlijk, de producten van Flevo Food bestellen. En binnen 10 minuten staat er iemand met de fiets bij je voor de deur, komt het bezorgen. En dat doen we ook in Utrecht. Waanzinnig. Ik had niet gedacht als je me een half jaar geleden had gezegd. Provinciehuis Noord-Holland doen we ook via EURES, ook even aan onze klanten. En dit is nog maar het begin. Want daarbij hebben we ook een heel partnernetwerk afgesloten. We hebben een groep bedrijven, organisaties, provincies, gemeenten gevonden die hebben gezegd, wij vinden dit belangrijk. En we gaan samen met jullie, gaan wij dit mogelijk maken. Provincie Flevoland, Hillebrand Koning, dankjewel voor het vertrouwen. En dat was hard nodig 2 jaar geleden. En dat we hier nu met elkaar staan komt ook door het vertrouwen wat je hebt gegeven. Dus dank daarvoor. Amsterdam Instituut, Alexander Laarman, maar ook Erik Koldenhof, gemeente Amsterdam. Fijn om samen te werken en mensen ook bij de gemeentes te zien die de complexiteit begrijpen en daar ook stap in willen zetten. Ik denk dat dat nodig is. Dit is niet makkelijk, het is een grote opgave. En dat kunnen we samen. Jongere organisaties, het zakennetwerk van de Zuidas, onderwijsinstellingen, Utrecht Universiteit, HKU, de VU, de Hogeschool van Amsterdam, Impact Hub, Manon, stadsmaker, Pursang, helemaal geweldig. Dus ik denk dat we met de groep mensen die we verzameld hebben dit ook kunnen doen. Belangrijker nog is als de boeren, de businesspartners, de overheden met elkaar de platformen gebruiken die er zijn, en dan noem ik er een aantal van. Het platform van de Floriade, de aankomende periode gaat dat verschrikkelijk veel momentum geven aan onze beweging van korte ketens. Omdat op de Floriade de korte keten natuurlijk ook een van de hoofdthema's is, inclusief technologie en eiwittransitie. Hello Zuidas, het platform van zaken van bedrijven op de Zuidas die zeggen, joh, Amsterdam, dat vind ik wel een mooi narratief, ook waar Carlos mee op zinspeelde. Amsterdam is altijd de koploper geweest op het gebied van innovatie, financiële innovatie. Ik geloof ook dat ze de derivaten bedacht hebben. Dat is misschien niet het mooiste waar we trots op kunnen zijn. Maar de beurs, de handelsbeurs, komt ook uit Amsterdam. Ik denk als wij met elkaar weer na gaan denken over het nieuwe economisch perspectief onder de waarde van de bodem, de ecologie, de relevantie van voedsel als medicijn, en op een andere manier na gaan denken over die waarde, dat wij in deze omgeving, in Amsterdam en de MRA, misschien nog wel eens die puzzel kunnen vinden voor dat nieuwe narratief van onze economie.
En dan zit je op de Zuidas natuurlijk prima. Taskforce Korte Keten. Verbondenheid met de City Deal. Hubert, de leden, dankjewel dat je er bent. Steden die nu het heft in handen nemen en voedsel omarmen in relatie tot eigen stedelijke problematiek. Ik denk een hele belangrijke. Erik Koldenhoff gaat er zo nog even wat dieper op in vanuit het perspectief van Amsterdam. Climate Kick, een project waarbij wij ook middelen gekregen hebben om die stedelijke logistiek te onderzoeken. En het Smart Chain Consortium, dat is een onderzoeksconsortium van de Europese Commissie die dus de waarde van korte ketens heeft bekeken vanuit een heel breed zicht op voedsel. Dat was het consortium. Als je dan kijkt van ja, alle dingen die we met elkaar aan het doen zijn, kosten natuurlijk ook gewoon geld. En wat wij gemerkt hebben is dat wij met het consortium wat we hebben, met die partijen, dat er eigenlijk best veel middelen beschikbaar zijn waar we samen gebruik van kunnen maken. Dat zijn soms, het is eigen geld, want we stoppen er allemaal meer dan genoeg geld en tijd in, wat ook niet betaald wordt vaak. Moeten we niet vergeten. We hebben subsidies van steden, van provincies, van Europa en van het Rijk. En om daar gebruik van te maken moet je samenwerken en ook dat werk, want het is taai werk, samen doen. Dus wat we hebben gedaan met het collectief is dat wij een writing office hebben opgezet, waarbij we de partijen gezamenlijk bundelen om aanvragen te schrijven. En daar hebben we een aantal hele mooie mogelijkheden voor. Climate Kick, we hebben Horizon Europe, Farm to Fork, maar ook de regelingen rondom Smart City zijn gewoon super relevant voor hoe wij als stad en land met elkaar de mooie producten bij onze klanten gaan krijgen en de hobbels en bobbels op het gebied van ecologie, economie en maatschappij kunnen tackelen. Een van de belangrijkste elementen in de uitdaging die we hebben om het voedselsysteem weer lokaal te maken, zit hem volgens mij in de koppeling naar jong talent. We zijn hier op het Floriade Forum. Hiernaast zit het nieuwe gebouw van RS Hogeschool, het Flevo Campus. Daar wordt een master ontwikkeld, voedseltransitie. En ik denk dat het slagen van het creëren van een regionaal voedselsysteem af zal hangen, enerzijds van wat wij doen met elkaar om voorbereidingen te treffen om die transformatie van ons voedselsysteem ook te realiseren. Maar het gaat vooral om de bereidheid en de mogelijkheid voor het jonge talent wat Nederland rijk is, om dit ook te gaan doen. Dus wat wij gedaan hebben met het consortium, met de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Flevo Campus, is de afgelopen 2 jaar vele honderden, en dat overdrijf ik niet, studenten een mogelijkheid hebben gegeven om via een regeneratieve werkplaats op Texel bijvoorbeeld, via projecten binnen de Universiteit Utrecht, logistieke onderzoeksprojecten op de Zuidas met de Hogeschool van Amsterdam. We hebben letterlijk een student gehad die heeft een week lang elke dag bij het VUMC aan het laaddok gestaan om te kijken wie er allemaal kwamen, hoe laat ze kwamen, welke producten ze dan leverden en hoe dat in elkaar zat, om maar te kunnen begrijpen waarom het zo raar in elkaar zit en dat lokale eten dat ziekenhuis niet inkwam tot dat moment. Inmiddels is dat dus wel zo. Dus je ziet hier een overzicht van een aantal activiteiten die er op dit moment gebeuren. En onze ambitie met dit consortium en onze beweging is van een honderden studenten naar duizenden studenten actief in de korte keten te gaan. En dat samen te doen. En wij zijn ervan overtuigd dat dat kan. Het gebeurt en het blijft gebeuren. Volg ook bijvoorbeeld Grounded. Dat is een initiatief van Maarten, die hier net ook alles heeft geopend. Maarten heeft een fort op de Hollandse Waterlinie. En dat heeft hij omgetoverd naar een creatieve broedplaats, waarbij kunst, jong talent, ondernemerschap, maar ook het narratief van de stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie, het nieuwe UNESCO erfgoed, samenkomt. En dat, Carlos refereerde daar ook al aan. Die Hollandse Waterlinie was ooit bedoeld en die stelling van Amsterdam ons te beschermen tegen de vijand van buiten. Aan de ene kant van het fort had je het platteland en daar kwam de vijand vandaan. Daar gebruikten we het water om het land onder water te zetten om de vijand tegen te houden. Aan de binnenkant had je de stad, maar ook de stedelijke voedselvoorziening. En die forten, dat narratief, dat is ook wat wij hier in de metropoolregio Amsterdam en in Utrecht samen kunnen gebruiken om ook toch ook wel het heldhaftige karakter, maar ook de importantie aan te geven van de veranderingen die we nu met elkaar moeten gaan doorstaan. Jong talent, het canvas van de forten en het gebied tussen stad en de forten, gaat ons heel veel helpen. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in IT. Wat nodig is om korte ketens te bouwen. Je kunt op een markt gaan staan met een
een boerenmarkt. Dat heb ik 100 keer gedaan in mijn leven. Ik denk dat Matthijs, als ik jou vraag hoe vaak heb jij het gedaan? Onthelbaar. Ik kijk naar Michel Penteman, idem dito. Het is allemaal hartstikke mooi en arbeidsintensief. Maar een korte keten ga je natuurlijk niet redden met alleen maar boerenmarkten in de stad. Dus je zult daar veel meer voor doen. En technologie, moderne technologie, is daarin fundamenteel. Dus wat we hebben ontwikkeld met elkaar, is we hebben een korte ketenplatform voor local-to-local ontwikkeld. En dat wordt ook ingezet voor vereniging Flevofood. Dus hetzelfde platform, alleen in de look and feel en helemaal in de huisstijl van Flevofood, met de Flevolandse producten. Dat hebben we ook gedaan met de boeren op Texel. Dat hebben we ook gedaan met de Flavorbox, waar Nico Appelman het ook aan refereerde. En aan de achterkant van dat platform kunnen die verschillende organisaties ook producten met elkaar wisselen, gezamenlijke logistiek organiseren, de administratieve lasten verlagen, maar ook zorgen dat de voedselveiligheid voor het collectief, want dat is echt een ingewikkeld ding, centraal gefixt wordt. En dat is heel slim. Dus dat stelt ons ook in staat nu om met 1 of 2 logistieke partijen samen goede deal te maken en die kosten te drukken. Maar vooral door de uitwisseling van assortiment, het Flevolandse assortiment, naar Utrecht te brengen en naar Amsterdam, vice versa. Dus dat is een mooi moment wat we hebben bereikt. En daar blijven we de aankomende jaren ook in doorinvesteren. Daarnaast hebben we, en daar zijn we hartstikke trots op, ook nagedacht over hoe ga je nu uiteindelijk de producten van de korte keten verkopen via onze zakelijke netwerken naar degene die het in zijn mond stopt. Korte keten zegt, ik heb een burger en ik heb een boer en die wil ik aan elkaar verbinden. Dat is je hoogste doel. Die wil je verbinden aan elkaar. Dat doe je op een boerenmarkt, maar met een online platform is dat weer ingewikkeld. Je kan misschien wel een e-mailadres krijgen en misschien nog een keer een duimpje omhoog. Maar hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die we in de bedrijfskantines bedienen via Vermaat en Eurest, de medewerkers van de gemeente Amsterdam ook de mogelijkheid geven om een stukje eigenaarschap te pakken van het product, de boer te leren kennen en daar verdieping op te vinden. Het laatste wat we hebben gelanceerd, en dat hebben we recent gedaan, 27 oktober op de Zuidas, is Let's Get Local. Dat is een omgekeerde markt. Wat feitelijk inhoudt, is dat als een producent, en daar hadden we er een paar van, zeggen ik zou graag een nieuwe teelt, bijvoorbeeld haverteelt, terug willen brengen en daar de bodem mee verbeteren. En haver is hartstikke goed voor je gezondheid, dus dat vind ik ook belangrijk. Maar ik heb het geld niet. De bank zegt even nee, of het is te kleinschalig, of hè, ik zit al tot hier in allerlei ingewikkeldheid. Help mij, consument. Dat platform stelt die boer in staat dat product op het platform aan te vragen. Zeggen, ik wil graag die teelt terugbrengen of die product laten produceren. Consumenten en klanten tekenen gewoon in op een volume van het product. Rinke zit hier ook van het lokale in Amersfoort. Ook een van de koplopers in de korte keten. En die heeft voor zijn kerstpakketten van dit jaar een pallet besteld. Gorilla's, is wat groter, bestelt er 15. Eurest, hey, verrek, gemeente Amsterdam, VU als klant, provinciehuis, doe ook maar 10 van die pallets. En op die manier creëer je zoveel voorinschrijvingen dat je eigenlijk het hele proces kunt voorfinancieren met elkaar. 27 oktober hebben we het gelanceerd en we zijn heel trots om te zeggen dat we de eerste 3 producten ook volledig gefinancierd hebben nu. Worden nu geperst, worden nu gedraaid, 50.000 euro business gemaakt zonder grote investeringen op de kop zelf te hoeven doen. Helemaal te gek. Dus Let's Get Local, daar gaan we de aankomende jaren ook met elkaar mee door. Daar vindt de klant, de boer, en samen maak je afspraken over het eten op basis van aantoonbare impact. Dan als laatste. Toch even het narratief en het moment van de stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie, de Forte. Hier zie je de stelling van Amsterdam aansluitend de Hollandse Waterlinie. Wij gaan met het programma Voedsel rond de Stelling, Utrecht Food Freedom, gezamenlijk die 2 regio's rondom Forte en eten verbinden en zorgen dat we dat narratief met hele mooie praktische evenementen, maar vooral ook samen de noodzaak voelen om dit systeem de aankomende 2-3 jaar, ik denk dat het gaat om de aankomende 2-3 jaar, echt op een ander platform te krijgen. Hoe gaan wij naar 25% lokaal en verbonden, dat is niet alleen maar de afstand, maar ook echt in verbondenheid, ons voedselsysteem inrichten. 25% lokaal voor 2030. Dat betekent dat wij hier met elkaar aan het begin staan van een heel gaaf avontuur, wat zijn weerga mag spiegelen aan wat hier is gebouwd in het verleden. En ik denk dat er weer zo'n opgave is en ik nodig jullie daarbij uit. En wij gaan het doen met een hele grote groep. En
Welkom. Het nieuwe normaal, dat is lokaal.